Goedemorgen, vandaag we zijn aangekomen in Hajiang en dat is gewoon een dorpje. Maar het bijzondere van Hajiang is de Hajiang Loop, een tocht van, ik gok in totaal van 300 kilometer, misschien 400, die je kan rijden, die helemaal door allemaal prachtige heuvels en zo gaat. En dat gaan Aubrey en ik vandaag doen. En we doen het met een easy rider, dus we zitten achterop bij iemand. Dus dat is wel relaxed dat we niet zelf hoeven te rijden, want we hebben erg veel gehoord over ongelukken en zo. Maar let's go! Echt heel veel zin in. Zo mooi hier. Picture? Video. Oké. First coffee stop. Oh, it looks. Yeah. Oh, it smells strong too. Vandaag maar 100 kilometer of zo. Dus het is maar 3-4 uur rijden met de scooter. Oh, helemaal voor die easy rider mensen. Maar ondertussen heb je altijd leuke stops met prachtige uitzichten. Zo mooi zeg. Heel mooi. You know that word, I think. We hebben iets nieuws. Het is een soort van onrijpe pruim. Dan moet je zo. En dan opeten. Ja, ik weet niet of ik het echt lekker vind. Zo so beautiful. Ja. Rijstvelden. En Toblerone bergen. Zien jullie dat ook? En mais. En een toren waar we nu op staan. Nou, dat is een goede omschrijving. Oeh, weer een nice family dinner. Ziet er heel goed uit. Oeps. Nou, dit is nou een lekker ontbijt. Allemaal ready voor een nieuwe dag. Let's go! Or beats joy! Detoy!
grens met China. Even kijken hoor. China is over. Je ziet hier. Oh, okay. Yeah. We're not going out. Je ziet een hek en Chinese tekens, maar je mag niet verder komen. Het is 54 vierkante meter voor alle volken die in Vietnam leven. 1. En dit is het uitzicht. En daar is China. Achter deze berg, daarachter, daar zo ligt China. Allemaal mooi zeg. Het is ondertussen bijna 4 uur en soms weet je echt even niet meer hoe je op de motor moet zitten, want je zit toch een beetje de hele tijd hetzelfde. Maar als je dan weer van deze uitzichten ziet, nou, dan kan je niks anders dan gewoon genieten. Dat is het gewoon. Echt zo gaaf. En ik voel me ook echt zo dankbaar en luxe dat ik gewoon achterop kan zitten en niet eens zelf iets hoef te doen of de route uit te stippelen of weet ik veel. Dat is toch echt wel heel relaxed. Blij met deze keuze. De city van Dongfang. En met heel veel racevelden. Hier ga ik zo lekker zwemmen. Moet wel kunnen. Met visjes. Nice. We zijn op weg weer naar een uitzichtpunt. Het is ondertussen de laatste dag. Helaas, pindakaas. Maar het blijft allemaal erg mooi. Ja, really enjoying it. Every minute, every second. Cool. Even onze benen strekken. De weg was net echt best wel heel erg slecht. Dus het was echt heel erg boom, 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 boom. En op zo'n derde, met zo'n derde dag gaat je kont ook best wel een beetje pijn doen. Maar nu kunnen we onze benen even strekken. En even een slokje water. En ze zeggen dat vanaf nu de weg beter is. Maar we zullen zien. Dit is onze motor trouwens. En met as. Heel cool. Kijk, okay, hier is een hele mooie stoel. Maar dan gaan we niet op zitten. Want dan zijn we. Dit is er bij, maar daar kan je staan. Good.